Hallo iedereen! Hallo! Welkom bij Cocktail Hour Talks met Thalisa en... Niels! Woehoe! Het is genoeg, hè? Got it! Got it! Stop! Ik had vandaag voor de Cocktail Hours een heel leuk idee. Want ik heb nieuwe posters besteld bij Decenio. En je ziet daar er eentje staan. En ik heb een cocktailposter besteld met alle klassieke cocktails die er zijn. Om boven ons barkaartje te hangen. En ik dacht, superleuke poster. En ik had geen inspiratie voor een cocktail. Dus ik dacht, waarom kiezen we daar niet één van? Goed idee. Goed hè? We hebben samen besloten. We hadden de keuze uit, ik zal hem er even bijpakken, uit Cosmopolitan, Mojito, Capriana, Pina Colada, Margarita en Apple Martini. Zet deze video op pauze en ga nu onder in de beschrijving zetten wat jullie denken dat we hebben gekozen. Ik ben heel benieuwd. Maar we hebben dus gekozen voor Mojito. Dat is een van mijn favoriete cocktails, all-time favorites. Een mojito is echt altijd goed, toch? Altijd lekker. Dat is echt altijd lekker, lekker fris. Super goed. En ik ben al de ingrediënten ervoor gaan halen en die ga ik jullie nu laten zien. Dit is alles wat we nodig hebben. Een maatje, twee rietjes. We hebben ijzeren herbruikbare rietjes. Ik dacht zo twee roerstokjes, dat is ook wel mooi en zeker zo groen bij mojito. Dan hebben we limoenen, we hebben verse munt, we hebben onze bekers om het in te doen. Dan hebben we nog witte Bacardi, dus dat is Bacardi Carta Blanca, denk ik dat je het uitspreekt. We hebben ruwe rietsuiker, twee flesjes bruiswater en crushed ice. Oké, dus dat zijn de benodigdheden. We zetten het bord hier, de poster hier. Ik heb ook nog een superleuke kortingscode voor jullie. Mijn korting is Thalisa30. Deze is geldig van 17 maart tot 25 maart. Maar niet op handpicked, kaders en gepersonaliseerde posters. Maar op al de rest is deze korting geldig. En deze geeft natuurlijk 30% korting. Dus hopelijk kunnen jullie hier gebruik van maken. En shop posters, zou ik zeggen. Ik verander echt. Ik ben echt de crazy woman die mijn posters per seizoen verandert. Maar... Ja, pak per week. Ja, dat is wel. Ik hou gewoon van veranderen, nieuwe posters. Van per week nieuwe leuke posters dingen. Te nemen. Ja, en een poster is gewoon een makkelijke verandering. Dat kost niet zoveel geld, dus dat is fijn om dat te kunnen veranderen. Dat is waar, ja. Ah, voilà. Ik heb ook, want ik ben naar de zetel aan het kijken, ook boven de zetel hele mooie palmposters gehangen. Oké, nu wil ik dat laten zien. Ik ga het snel laten zien. Kijk deze, hoe mooi. Eigenlijk een beetje zo tegenovergesteld. En ik vind die echt super mooi passen. Echt heel mooi. Vind jij ze ook mooi? Ja, ik heb dorst. Heb je dorst? Oké, kom. We gaan de cocktail maken. Oké, dus we hebben hier de instructies en dan gaan we het maken, hè. Zal ik zeggen wat we moeten doen en maakt jij het? Oké. Misschien ook wel nog handig is een citruspers. Oh. Want er moet citrussap in. Waar heb je die dan uitgetoverd? Goed, die hebben wij al altijd in de kast. Oh, wauw. Ik heb die nog nooit gezien. Wow. Ik zit altijd maar te knijpen. Citruspers. Ah ja, we konden ook wel knijpen. Ja, maar ja, dat zit daar hier. Inderdaad. Zeker. Oké, we beginnen met... Stir together lime juice and sugar until sugar dissolves. Dus we gaan 30 milliliter van lime juice doen. Kunt je dat hierop lezen trouwens? Daarom heb ik die maatbeker erbij genomen. Ah, slim. Dat had ik ook niet gezegd bij wat je nodig hebt, een maatbeker. Handig. Maar hier staan ook maatjes in, thans. Maar... Nou, maar moeilijker, hè. Er staat CCM. I don't know what that is. CCM? En zal ik al, hoeveel is 25 milliliter sugar? Ja,
Gewoon tot 25 ml op de maatbeker. Hè? Ah. Okay, ja. Als je sugar er dan 30 bij doet, dan is het 55. Voilà. 30 of wat was 30 van die lime juice? Ja, 30 lime juice en 25 sugar. Ja. Maar voor elk, hè? Nou, maar doen dat gewoon twee keer dan. Hè. Ja? Oh. Ik zou gewoon 60 lime juice doen nu. Maar dat gaat wel even duren dat ik dat heb geperst. Ja. Kom aan, Niels, you can do it, hè. Ik ga de sugar doen, hè. Dus 25 milliliter. Ja, 60 dan, hè. 50. 50. Gaan we voor twee doen? Ja. Al ineens? Oké. Okay. Let's do this. Het is wel handig dat dat erop staat. Ik wil eigenlijk ook die apple martini maken. Zag je er ook lekker uit. Ja. Maar sour apple schnaps. Dan moet je eigenlijk wel bij de brouwer of zo misschien gaan. Ja, ik ken het niet. Ja, want dat kende ik ook niet echt. Maar dat is misschien iets voor de volgende keer nog te doen, hè. Oké. Okay. Vraag mij ook hoeveel heb ik al. Zit dat niet? Dat zit al vol, precies. Oei, maar ik heb dit nodig nu, hè. Ja, ja. Maar ik kan dit al verdelen, wacht. Dan is dat eruit. Nee, maar ik moet dat samen mixen, hè. Ja, maar je kunt toch hierin mixen? Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Doe maar wat dat jij denkt. Dus nu is 50 en hoeveel hebben we nodig? 60, dus dan moet ik tot 110. Ja. Oh ja, nog een heel klein beetje misschien. Niet zoveel of wat? Nee, echt nog maar 10 milliliter. 10 milliliter, dat zal ik je met een pols draaien, want. Oké, okay, doe dat. You can do it, hè. Ik ga ondertussen iets zoeken om te horen. Wat kunnen we mee horen? Wat is? Ja. Ja? Ik heb wel meer zo ruwe suiker. Maar ik denk dat het wel lekker is, eigenlijk, een lime juice. Ja? Ja, perfect, hè. Ja? Ja, good job. Oep. Was, Oh ja. Lekker, hè? Smaakt wel lekker, hè? Ja. Oké, dan hebben we dat. En gaan we dat dan hierin doen al? Ja, als je dat hebt samen, verwagen dingen. Hè? Ja, dus dan moet je dat eigenlijk verdelen, helft. Glas moet je crushed ice in doen. Geen probleem. Crushed ice. Ons ijs is wel in een ijsblok, maar. Ja, we hebben dat niet op tijd uitgelegd. We proberen het zelf wel te crushen. Dus meer een ijsblok. Hebben we dit er nog misschien? Kijk dat er niet aan. Ik zal het proberen snijden. Gevaarlijke. Stoten hier uithalen. Maar het heeft gewerkt. Zien dat er geen kappen waren. Hupsa. Hupsie daisy. Talisa weet wie hoe dat moet. Hè? Huh? Talisa die kan ijs snijden. Ze is ijs. Maar pas op, want ze biedt snijden, mag je een ander ijs. Oeh, ander ijs. Welk ijs? Mijn ijs. Uw eikers? Ijs. Poep. Ah, en uw ijs en uw poep. Wow. Ik was niet mee, hè. Oh, wat verder. Nou. Het is oké. Ja? Ja, voilà, dat is toch zeker geen vierde. Dan, rub mint leaves over the edge of the glass. Dus gaan we hier over rubben. Oh, wat is dat voor de smaak eigenlijk? Denk ik, hè. Dat gaat lekker zijn. Dat gaat lekker zijn. Ik heb er wel zin in. Zo lang geleden, mojito. Gaat me zo'n zomergevoel geven. Ja, ik denk wel niet dat dat slecht is. Dat ziet er eigenlijk al lekker uit. Ja. Zeker in die bekers, goed gevonden. Ja. En dan moeten we de blaadjes erin doen. Elk glas 12 blaadjes. En je moet die zo een beetje scheuren. Maar je kunt ook het takje
Wat gaat taksken? Nee, we gaan die, die breken. En... Oké, je moet daar eigenlijk gewoon een scheurtje in maken, staat daar. Want dan komt de... Scheur zo. Ja, zo. Dan komt de smaak, denk ik, beter tot zijn recht. Dat wist ik wel nooit. Mooi. Good thinking. Je moet maar weten, hè. Ja, ik ben wel niet aan het tellen. Dat is oké. Okay. Wat zei ze, 15 of wat? Moet juist, 12. Ja, 12. Moet juist zijn, hè. Gently stir for 15 seconds. Dus we gaan 15 seconden, wat ga je die of zo? Dan zal ik dit pakken. Roeren. Oei, dat gaat niet met ijs. Het is nog zo'n beetje mijn brokjes. Add rum. We hebben 40 milliliter rum nodig. Oké. Dat is eigenlijk redelijk veel, hè? Weet het niet. Is dat? Hoeveel is een maatje? Ik heb geen flauw idee. Heb je geen maatje? Wel. Hier is een maatje. 30, denk ik. Maar kom, we gaan voor de 40. Hier, 40 is ja, dat is dat bovenste hier. Ja, oké. 40. First pass. Dat ga je eigen doen. Nog crushed ice en dan spuitwater. Ziet je wel dat er nog crushed ice in is? Ja. Oh! Oh, dat gaat allemaal de grond op. Stop dan. Milky, pas op dat is koud, hè. Milky gaat er aan lekken zalen. Ja, dat is hier niet makkelijk met het ijs. Oké, crushed ice. Check. En dan moeten we 60 milliliter club soda, dus sparkling water. Ik heb altijd schrik bij zo'n sparkling dingen. Oké, 60, dat is iets boven de 50. Maar dat is weinig eigenlijk, hè? Ja. Maar het ijs smelt natuurlijk ook nog wel tot water. Ja, dat is dat. Oké. Hier dat vanaf gesmolten is volgens mij morgen 12 uur. Denk je dat dat zo traag gaat gaan? Voilà! Hey, hoe goed ziet dat eruit? Spannend. Moet ik wel eens wat roeren, denk ik. Ja. Ik vind dat er wel goed uitziet, eigenlijk. Ja, hè? Oké, let's go to the table. We gaan vandaag ons Q&A aan de tafel doen. Want in de zetel vorige keer vond ik echt slecht licht. Dus, let's go. Ja. Oké, dus voor de verandering aan de tafel. Ik ben benieuwd, heb jij al goed geroerd? Ja. Ik ook, denk ik. Het ziet er goed uit, hè? Dat vind ik precies al goed gesmolten. Ja, mijn ijs begint al te gaan. Dus mannetjes, make sure dat je wel echt crushed ice hebt. Allee, dat had ik. Een hamer in huis, we hebben alles buiten een hamer. Een hamer hebben we niet. Triestig, ik zou eens een hamer moeten kopen. Hè. Doe dat. Note to self, I do Niels, koop een hamer. Ja. Taste test, onze eerste mojito samen. Schokkes. Schokkes. Ik ben benieuwd, hè. Mijn is goed, hè? Mijn ook. Ja, dat is ongeveer hetzelfde, gok ik. Ik proef hem. Ja, lekker. Ik dacht het wel. Lekker. Mijn is de beste. Het is echt hetzelfde. De questions. Vraag 1. Come on, stop maar eens een vraag, want ik beantwoord alles, hè? Oké, we gaan ervoor, hè. Accepteren dat een vriendschap beëindigd is. Hoe doe je zoiets? You are amazing. Gewoon afvlaggen. Dankjewel. Afvlaggen. Move on, afvlaggen. En maar als... Klaar, volgende vraag. Afvlaggen. Nee, hè. Nee. Zij is... Nu serieus. Zij moet dat accepteren, waarschijnlijk. Zij heeft het niet beëindigd. Dat een vriendschap beëindigd is. Hoe doe je zoiets? Dus ik gok dat zij dat niet heeft beëindigd, snap je? Accepteren dat een vriendschap beëindigd is. Ik zeg altijd... Vrienden komen en vrienden gaan. Ja, dat is waar. En echte vrienden blijven bestaan. Maar ik vind persoonlijk dat je
dat is persoonlijk. Ik vind niet dat je heel veel vrienden moet hebben. Ik vind dat je echt je goede vrienden, waar je altijd op kunt rekenen, kunt je sowieso op één hand tellen, meestal. Bij mij toch. Ik denk het wel. En ja, ik heb ook al toxische vriendschappen gehad, of vriendschappen waar er dan achter mijn rug geroddeld werd en zo. En ik geef iedereen altijd een tweede kans, maar als de tweede kans ook verbrot, dan stopt het. En ik kan er hard in zijn, ik kan echt zoiets hebben van, nee, je surft mij niet in mijn leven, allee, er is geen plaats voor u in mijn leven, snap je? Ik moet geen bad energy hebben of mensen die mij dingen niet gunnen of niet, of achter mijn rug gaan roddelen en in mijn gezicht vriendelijk doen. Dat hoeft niet voor mij. Dus ik kan dat wel echt snel van mij afzetten en move on. Maar ja, je vriendschap zal voor een reden beëindigd zijn en zo moet je misschien maar denken van, het was voor een reden gegaan en er komen wel nieuwe mensen op je pad, sowieso. Ik zou me daar niet te veel zorgen om maken. Ik snap dat dat even pijn kan doen. Zeker als je die persoon lang kent. Maar move on, man. Move on. Dat gaat wel. Het is zoals een relatiebreuk, een beetje. In het begin is dat even rot, maar ja. Als dat mensen zijn die je niet nodig hebt in je leven. Nee. Of die u niet nodig hebben, het niet waard vinden voor u nodig te hebben, dan heb jij die mensen ook niet nodig in je leven. Nee, en dat vind ik ook wel. Want ik heb bijvoorbeeld ook wel al een vriendschap beëindigd. En ik denk dat die mensen daar ook wel oké mee waren. Want als ik daar geen nood aan heb, dan denk ik dat andersom er misschien ook niet veel nood aan heeft. Snap je wat ik wil zeggen? Dus, ja. Ik zou dat gewoon echt even wat proberen te verwerken en andere vrienden proberen op te zoeken, daar plezier mee te maken en dan kom je daar wel bovenop. Er is altijd een reden waarom dat gedaan is. En vrienden, ja, dat komt echt en dat gaat zoals ik al zei. Kijk, ik mag niet te veel ratelen deze keer, ik probeer erop te letten. Wat is de laatste leugen die jullie aan elkaar hebben verteld? Hele goede vraag. Voor mij, dat weet ik eigenlijk niet. Hoor. Ik denk niet dat we echt grote leugens of zo tegen elkaar vertellen. Ik denk misschien zoiets bijvoorbeeld als er straks, ik was snel bij mijn ouders, een pakje afhalen, dan stuur ik, ik kom eraan. Maar eigenlijk zat ik nog met thee te drinken. Ah, maar ja, twee minuten later ben ik vertrokken. Hè? Want dan weet Niels al van, ah, die komt er zelfs aan. Ja, snap je? Ja, dat is niet liegen, hè. Ja, maar ja, nee, dat is geen leugen, ja, maar dat is wel liegen, maar ja. Uiteindelijk, ja, ik zit nog, dus is dat eigenlijk... Ja, oké, ja. Zoiets misschien, ik weet niet. Ik kom op niks anders. Ik denk niet dat we liegen... Allee... Ik kan mij dat niet herinneren, nee. Dat is echt niet voor hier de good guy uit te hangen, want... We zijn ook wel echt open tegen elkaar en zeggen echt wel alles. Maar waarom gaat je zo ver naar achter? Ja, ik zat niet zo goed even. Je bent zo klein nu. Oké, dan zal ik ook wel zo gaan. Ja. Maar dus, ja, zoiets misschien. Zo een klein leugentje om best wel of zo. Van ik kom eraan of... Wat zijn voor jullie de drie belangrijkste ingrediënten voor een goede relatie? Wat ga je eerst? Ja, maar dat hebben we wel eens beantwoord, hè. Communicatie. Hebben we dat? Eén ding. Helemaal de allereerste cocktail talk, denk ik, was ook zoiets, ja, in de aard van. Maar dus nog eens? Praten en communicatie. Wederzijds vertrouwen, voor mij toch. Ja. Dat is belangrijk voor mij. En ja, gewoon de samenhang van... Jezelf kunnen zijn. Ja, jezelf, hoe dat je klikt, hoe dat je samen klikt. Ik vind de chemistry. Communicatie, wat zeg je nog eens tweede? Vertrouwen. Vertrouwen, heel belangrijk. En ja, inderdaad, jezelf kunnen zijn, vind ik ook. Want als je goed klikt, oké. Maar als je niet jezelf kunt zijn, je kunt ook goed klikken met een masker op en je anders voor te doen om te klikken met iemand. Ja, nee, natuurlijk, maar mensen kunnen dat bijvoorbeeld wel. Maar dat vond ik ook heel belangrijk, jezelf kunnen zijn.
Ik kan echt op mijn gemak bij Niels een scheetje laten of zo. Of... zo van, allee. Een scheetje tafse. Nee, totaal niet. Ongezien. Echt niet waar. Maar als ik eens buik ben en ik moet een scheetje laten, ja, dan kan ik dat gewoon. Je vindt dat niet erg of zo. En dat vind ik ook belangrijk. Zo op je gemak zijn. Echt zo goed voelen bij elkaar en op je gemak zijn. En niet denken van, oh, ik heb buikpijn, het scheetje laat al mee, ik kan dat hier niet doen. Hè. Ja, dat is in het begin van een relatie wel vaak zo, maar... ja. Even iets anders, waar zijn de versnaperingen? De allereerste cocktailtalk waren er versnaperingen. Ik zie hier dus niks voor te eten. Hè. We hebben net gegeten. Niks, hè. En Milky? Hoe gaat een Milky krijgen? Nou, ik ben zo maar ja, de volgende keer zal ik nog eens voor versnapen ringen. Sorry. Ah, er zijn wel koekjes. Nee. Ah, een milkje, voilà, een worstje of zo, hè? Dat mag toch? Een biefie. Een worstje? Je eet niet eens worst. Hier, zo. Goed zo, goed zo. Oké, de volgende vraag. Komt Niels ook goed overeen met Nick? Nee. Dat hebben wij ook al eens. Schrikkelijke mensen. Dat hebben wij ook al eens. Dat vind ik nu geen plezante mensen, Nick. Nee. Ik verlies er altijd tegen met FIFA. Echt niet, hè. Die verliest altijd van u, hoor. Oh, gaar dan, Nick. Nee, Nick, I love you. Oh. Ja, het komt heel goed. Echt waar. Ja, het gaat heel goed. Dus ik ben Nick, wel heel blij. Maar jullie zijn allebei heel makkelijke mensen. Dus, ja. Misschien wel, ja. Toch makkelijk in de omgang, hè. Ja. Dus en Nick is ook een vlotte prater, dat heb ik ook graag. Hè. Niet dat ik zo'n vlotte prater ben, maar als ik bij mensen me goed voel, dan wel. Hè. Ja. Je zegt dat vaak, maar je bent meer een vlotte prater dan dat jij denkt, denk ik. Ja? Je zegt vaak van, ja, ik ben misschien niet de vlotste prater, maar ik heb nog nooit gehad dat jij ergens een stilte had of zo bij... ay, of als je eens iemand van mijn vrienden hebt ontmoet of zo, dat is niet... awkward. Nee, dat is waar nu. Nee. Oké, volgende vraag. Maken jullie al plannen voor later of laten jullie alles op je afkomen? Dat was semi, 50-50, denk ik, ja. Dat goed op elkaar gestemd, hè. Ik wou echt hetzelfde zeggen. Ik wou niet zeggen semi, maar ik wou zeggen 50-50. Ja, semi-halve. Ja. Ja, inderdaad. Sommige dingen plannen we wel een beetje. Maar dat is logisch, denk ik, want je wilt ergens toch je pad een beetje uitstippelen. Ja. Dat gaat niet altijd allemaal volgens plan natuurlijk, maar toch. En andere dingen laten we dan weer op ons afkomen. Ja, dingen waar we niet echt veel aan kunnen veranderen. Bijvoorbeeld als we kinderen willen. Je weet niet hoe snel dat gaat gaan. Ik kan moeilijk zeggen, ah ja, in... augustus wil ik zwanger zijn. Dat weet je niet. Als dat gaat lukken of als dat komt. Je kunt dat wel plannen, dus, maar zoiets kunnen niet plannen. Nee, dus zoiets laten we op ons afkomen en plannen. Ja, misschien met het huis of waar we toch willen gaan wonen of zo binnen zoveel jaar. Zo'n dingen misschien dat we meer proberen te plannen. Hebben jullie een spannend seksleven? Hoe houd je het spannend? We zijn natuurlijk nog maar een jaar en een half samen. Allee, nog maar. We zijn een jaar en een half samen. Dus ons seksleven is nog wel vonken en vuur. Helemaal seks. Dus dat zit gewoon ook heel goed tussen ons. Dat is heel fijn. We voelen dat goed aan. Hè? Zo, ons seksleven. Jij voelt mij goed aan? Ja, dat is fijn. Milky high five for the boys, hè. No. Nee, ja, dus we moeten niet echt moeite nog niet doen om dat spannend te houden. Maar ik heb ook wel een relatie gezeten waar dat wel na een jaar en een half echt niet meer spannend al was. Dus ik denk ook dat dat wel is hoe hard je tot elkaar nog bent aangetrokken en zo. Ja, dat is wel. En als ik u zie, dan denk ik nog altijd... Oh, het zijn zo altijd die kleine dingen, hè, die dat ook altijd wel helpen. Zo die stomme aanrakingskus van is als je voorbij loopt tegen je poep te kletsen om te zeggen van hé, wat sexy is. Ja. Dat doen wij wel heel veel eigenlijk. Ja, maar thuis, hè. Niet als we op een ander zijn. Nee. Maar thuis hebben we dat wel heel veel. We knuffelen ook heel veel. Geven heel veel kusjes.
altijd wel zo echt. En we, ja, ook zo wel aanrakingen. Als ik aan het koken ben of zo, kan Niels ook wel zo op mijn poep komen slaan. En zo zei hij heel laat. Of zo van, ha, ziet mijn vrouwke hier eens? Allee, zo. Allee, dat is zo leuk. En dat bouwt misschien ook wel ergens spanning op. Of in de badkamer of zo. Als jij of andersom, maar jij of ik aan het douchen ben, dan komen ze soms ook wel zo eens kijken en dan zo, holla, wat is dat daar in de douche? Zo, allee, zo, het klinkt misschien raar, maar dat is wel leuk. En dan is het moment dat je kunt beslissen, spring ik erbij of niet, voor het spannend houden, hè. Dat is waar. Waar, hè? Dat is waar. Spannend, zo, heel spannend. Zouden ze erbij springen of niet? Zouden we erbij springen of niet? Ja. Maar spannend. Maar ja, ik vind het ja, spannend. Ik weet natuurlijk wel, als je x aantal jaren samen zijt, pak 6 jaar of zo, dat je niet meer bij wijze van spreken elke dag seks hebt. Maar dat is iets wat dat wij nu ook. Ah, we hebben ook niet echt elke dag seks of zo. Dat is ook gewoon wanneer we aanvoelen dat we daar zin in hebben en dat dat fijn is. En zo moet het ook zijn. Want dat is echt wel zo'n misunderstanding, vind ik, over seks. Van, oh ja, ik heb elke dag seks met mijn vriend, maar dat is echt niet nodig, hè. Dat moet niet. Je kunt dat maar toch kiezen. Maar als je dat leuk vindt, ja, als je dat leuk vindt, zo doen. Maar ik bedoel maar gewoon, dat wordt toch vaak gezegd van, in het begin van een relatie moet je elke dag poepen, en soms meerdere keren per dag. Maar iedereen is toch anders. Ja, maar is het altijd wel waar? Het kan ook zijn dat het op schepperij is. Of, allee, ja. Ja, dat kan ook. Maar ik wil maar zeggen, laat u niet door zo'n verhalen dingen zijn, hè. Oh, maar iedereen als kan eens een mindere dag hebben. Hè? Ja, als jij een vermoeiende dag op je werk had of veel in je hoofd hebt, of de ene vindt dat dan ontspannend. Ja. Alleen ik kan dat zien als van, ik ga er nu aan beginnen, want dat is heel ontspannend. En de andere denkt, waar heb ik nu geen zin in? Voilà. Ik. Nou, ik ook. Ik heb dat ook. Als ik met mijn hoofd ons hoofd niet bij zijn. Ik kan soms zo mentaal moe zijn, zo in mijn hoofd. Zo, ja. Hè, dan merk je toch dat ik dan zo stil ben en dan heb ik bijvoorbeeld totaal geen zin in. Dat is geen probleem. Nee, zeker niet. En dan moet je ook accepteren van elkaar. Als de een geen goesting heeft, oké. Morgen een nieuwe dag, dan proberen het nog eens. Hè. Voilà. Dat is ook belangrijk, vind ik. Dus laat u gewoon niet door dat. Het is heel spannend, dan weet je nooit wanneer dat het gaat gebeuren. Ja, echt waar. Spannend, hè? Ja, dat is echt. Maar als je het spannend wilt houden... Ja, afwisselen zeker, hè. Dat zeggen ze toch altijd? Al, ja, bij ons gaat dat wel vanzelf. Zo, ja, misschien andere benaderingen zoeken, ik weet niet. Ja, andere standjes dus doen, niet altijd hetzelfde standje doen. Andere plaats, is misschien ook wel eens leuk. De living, de keuken. De tafel, het bed, de douche, er zijn zoveel opties eigenlijk. De tuin. Het leegbed in de tuin. Voilà. De bureaustoel. Hup, ook zo. De poef. Ja, oké, het is genoeg. En nu stoppen we. Dat is zoiets. Of je kunt ook, als je daar in toe bent, zoals een rollenspelletje doen. Alleen, niet per se een rollenspelletje, maar zo. Ik heb bijvoorbeeld wel zo een verpleegsterpakje of zo. Ik heb het nog niet moeten uithalen, wel niet. Gewone lingerie is al nog genoeg. Hè? Maar dat heb ik bijvoorbeeld ook. Dus ooit misschien dat ik dat eens boven haal. Zoiets of zo. Dat het wat spannender maakt. Of eens mooie lingerie aan doen. En als uw boyfriend bijvoorbeeld aan het gamen is of voetbal op tv aan het zien is. Zoals naar onder komen, een sexy lingerie setje. Schoon herinneringen. Dat werkt ook. ik spreek uit ervaring. Want ik las trouwens ook dat iemand zei, mijn vriend is altijd op de PlayStation en heeft geen oog meer voor mij. Oei. Doe eens een sexy pakje aan. Sexy lingerie setje of zo'n sexy teddyke. Ik liet alles vallen, hè. Vriend... Ik was zelfs ontwinnen, hè. Ik liet alles vallen. Alles. Goed, we moeten niet in details gaan, maar ja. Oké. Ik ook niet in detail. Ik zei dat ik direct alles liet vallen. Ja, dat verwacht je ook van een vriend, hè. Als hij dat dan niet doet, ja, dan zou ik wel erg. Maar oké. Iedereen is anders daarin ook wel, natuurlijk. Dat was de last question. Van onze vragen hebben we er weer toch wat beantwoord. Ik ga het proberen iets korter te houden.
anders ging ik niet meer zagen. Trouwens, iedereen vond het een vorige video heel leuk en zei dat ik mocht verder, hoe zeg je dat? Ratelen. Ratelen, dat ik verder mocht ratelen. Ja, ja, dat is goed. De mensen kunnen dat misschien beter begrijpen dan ik. Ze nemen mij zoals ik ben. Maar die zijn misschien ook al getraind hè, door zoveel naar die vlogs te luisteren, weet ik veel. We zijn al jaren altijd en half samen. Nee, je neemt mij niet zoals ik ben dan, of wat? Jawel. Hm. Dan moet je dat toch ook al gewoon zijn? Ja, ik ben al gewoon, ja. Wel dan? Ja, oké, okay, ja, ik vond dat je op die moment aan het ratelen waard. Oké, dat is oké. Dat mag. Ik vind soms ook dingen. Nee, je ratelen is dan niet zo. Doorgaan op elk punt. Zo. En. En ook, ja. En zo blijven. En. Ja, en dagelijks. En dagelijks leven misschien niet. Ja, maar iemand anders mag ook eens iets zeggen. Wie? Muffin, Milk, ik. Muffin en Milky liggen hier. Te slapen. Slaapkoppen. Kom eens hier, muf. Oh, nee, zo wel niet. Oh. Oh. Nee, mijn pinneke. Zo wil niet, zo wil niet. Nee, ze wil niet. Ga maar terug op de stoel. Ga je? Hoe gaat het? Ze was zo gewoon slapen. Oké, we gaan de vlog hier ook afsluiten. Als jullie zelf graag eens een lekkere cocktail van een poster willen maken, of een mooie cocktailposter willen, of een andere mooie poster willen, vergeet dan zeker niet om mijn code te gebruiken van Desenio. Ik zet het ook nog eens hieronder in de beschrijving, dan kunnen jullie het daar allemaal terugvinden. Dan hoop ik dat jullie het leuk vonden. Doe zeker... Thumbs up! Thumbs up! Laat ook een leuke... Comment na... En dan zien we jullie snel weer. Doei.